hebben er lang op moeten wachten, maar het is eindelijk zover. Na 35 jaar mogen we weer racen op circuit Zandvoort. En helaas mocht het in de echte wereld niet zo zijn. Maar gelukkig hebben we daar nog F1 2020. F1 2020 komt natuurlijk op 10 juli uit. En hopelijk is dat bijna een week na de allereerste race. Die zou in principe op 5 juli plaats moeten vinden in Oostenrijk. Maar een van de voordeeltjes is dat we nog steeds in F1 2020 wel gewoon op circuit Zandvoort kunnen rijden. En ik wil jullie dan graag meenemen op een rondje op Zandvoort. Ik moet zeggen, ik ben niet heel erg bekend met de track. Dus we gaan gewoon kijken hoe dat gaat. Ik heb de racinglijnen wat dat betreft dan wel aanstaan. En dat heeft er alles mee te maken natuurlijk dat Zandvoort gewoon 35 jaar niet aanwezig is geweest in Formule 1. En ik dus ook niet de kans heb gehad om bekend te raken met de baan. Ik heb het voor het eerst eigenlijk gespeeld in Assetto Corsa Competizione. Ja, shame on me, I know. En hier duiken we gelijk de allereerste bocht in. En het is ook meteen de, wat mij betreft, denk ik de enige bocht waarin je echt kan inhalen. En dan heb je hier al gelijk de allereerste banking. En zoals je ziet gaat het terugschakelen, gaat iets minder hard vergeleken met voorgaande delen. En dat heeft er gewoon simpelweg mee te maken dat je, wanneer je boven een bepaald toerental zit, dat je gewoon niet kan terugschakelen. En dat maakt het wat realistischer. Zorgt er ook voor dat je je schakelbak niet opblaast. Maar dat is wel een van de dingen op dit circuit, jongens. We begonnen net al over. Zandvoort gaat ontzettend moeilijk zijn om in te halen. Zoals je ziet, het is een ontzettend smal circuit. Technische bochten zitten erin. Wel een hele vette banking. Komen we zo aan bij de Arie Luyendijk-bocht. Echt fantastisch. Ik kan niet wachten om hier twee auto's naast elkaar te zien zo de strijd op gaan. Maar een van de dingen die ook is veranderd, en ik had het daar al een beetje over op mijn preview bij mijn preview op GameKings.tv. Dat is de ERS-zone. Dus mocht je die de manier waarop deze nu geïmplementeerd is anders dan in voorgaande delen. Dat schijnt op feedback te zijn geweest van de echte coureurs. Dat de ERS toch iets anders werkt dan dat in de game de afgelopen jaren het geval was. De zones zijn nu pre-mapped vanuit je pitwall. En je hebt een dedicated overtake button. En met die overtake button, dat werkt bijna als een soort van DRS. Je drukt hem in en je krijgt een extra boost. En druk je hem nog een keertje in, dan gaat hij weer dicht. En dat kan je gebruiken zolang je wil, tot de batterij uiteraard leeg is. Een van de dingen die me helaas een klein beetje tegenvallen, zijn de graphics. We hebben van 2017 naar 2018 een grote jump gemaakt. Toen Codemasters ook een art director voor de game had aangenomen. En vorig jaar hadden we natuurlijk dat de nachtcircuits er een stuk beter uitzagen. Maar eigenlijk zie ik weinig van dat soort verbeteringen in 2020. Doet er niet toe. Het gaat om het racen. Maar ik had het toch leuk gevonden als we hier en daar wat verbeteringen zagen. Want F1 is nooit een grafisch prachtige game geweest. Het ziet er wel realistisch uit. Maar het is niet een hele demanding game. En een van de andere dingen, wanneer je hier op Zandvoort rijdt, dat zie je wel. Ik mis eigenlijk wat oranje publiek. De Max Army die reist natuurlijk Max achterna over de hele wereld. En die zijn dan ook goed te zien in hun oranje outfits op de tribunes. En ik had eigenlijk stiekem wel gehoopt dat we hier op Zandvoort in ieder geval één tribune helemaal in het oranje hadden gezien. Want dat gaat natuurlijk in het echte leven ook gebeuren. Helaas, maar wellicht dat we dat in de final version gaan zien. Een andere toffe toevoeging aan de game vind ik splitscreen modus. En dat zal natuurlijk niet voor iedereen iets zijn.
Maar ik vind het heel vet. Ik hou van couch gaming. En gewoon wanneer je vrienden over de vloer hebt en je kan even tegen elkaar een rondje op Zandvoort nu. Dan is splitscreen een hele vette toevoeging. Een andere toevoeging is de My Team modus. En daarmee kan je je eigen Formule 1 team opzetten. En als ik het heb over je eigen Formule 1 team opzetten, je bent echt het 11e team op de grid. Je moet je eigen auto ontwikkelen, eigen livery, engine supply kiezen, je faciliteiten beheren, investeren in marketing, noem het allemaal maar op. Je moet rijders aannemen natuurlijk. Je rijdt zelf in een auto, maar je hebt natuurlijk ook een teamgenoot nodig. Die neem je zelf aan. Een game mode die ik nog niet heb kunnen checken helaas. Hij zit niet in deze beeld. Maar dat is zeker iets waarmee we aan de slag zullen gaan voor de review. En dit was eigenlijk een hele korte impressie van F1 2020, jongens. We rijden hier dus op Zandvoort. Ongelooflijk vet om dat te kunnen doen. En ik denk dat jullie hier ook wel mee zullen vermaken. Hoe het circuit zich gaat verhouden in echte races mag ik jullie helaas nog niet laten zien. Maar dat zullen jullie snel zelf ondervinden. En ook hoeven we niet lang meer te wachten. Het is nog iets minder dan 2 maandjes. Gelukkig heeft Codemasters die game nog voorgehaald. Voorheen kwamen de F1 games altijd pas in augustus uit. En dan was het F1 seizoen al een tijdje aan de gang. En nu gaat het zo zijn dat het, als het goed is, slechts een weekje onderweg is. En dat maakt de hype toch denk ik net iets groter. Laat me hieronder heel even weten in de comments wat jullie van F1 2020 vinden. Wat jullie van de toevoegingen vinden. En hoe jullie Zandvoort eruit vinden zien. Ik ben heel erg benieuwd. Deze banking is natuurlijk ontzettend grof. En ik kan dan ook niet wachten om met de full version aan de slag te gaan. Jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later!